Vieren dat je kan zijn wie je bent. Voor de 17e keer deden zo'n 80 boten mee aan de traditionele kanaalparade door de Amsterdamse grachten. Voor het eerst voeren ook Turkse homoseksuelen mee. En zo lijkt de homo-emancipatie in Nederland zo goed als voltooid. Lijkt. Want volgens critici is er nog een wereld te winnen. Het weer is niet zoals in Istanbul, maar toch. Een vleugje Turkije op de Amsterdamse Gay Pride. Zo'n 80 homoseksuele Turken uit binnen- en buitenland deden voor het eerst mee met het hoogtepunt van een week trots zijn op wie je bent. Laat je staan zien voor de Turkse boot! Ik vond het ook gezellige muziek en zo. En ja, ik vond het wel cool dat ze er waren. Ik denk alleen dat er veel meer dan alleen Turkse homo's moeten meevaren. Afghaanse homo's en Iraanse homo's enzovoort. Vanmorgen vroeg werd de laatste hand aan de boot gelegd. We vinden het gewoon heel leuk om te varen. En belangrijk is het natuurlijk omdat het gewoon binnen de etnische groepen toch nog taboes hierover zijn. Eer is nog steeds een belangrijke issue binnen Turkse gezinnen. Iedereens eer is aan zichzelf, dat is onze stelling. Maar wiens schande als je je eigen kind gaat verstoten of niet kunt accepteren. Dus laten we daarover praten en vooral beginnen te praten over wat is nou die eer en wie is daar verantwoordelijk voor. Homo-emancipatie is ook op andere plekken in de samenleving niet vanzelfsprekend. Neem scholen. De Kamer wil voorlichting verplicht stellen, maar het ministerie niet. Dat ziet meer in een proef. Ik vond het een beetje een flauw persbericht vanochtend van het ministerie. Want eigenlijk had het niet op vrijwillige basis gemoeten. Dit moet gewoon verplicht. Dat wordt binnenkort ook verplicht. En of er nou te veel of te weinig scholen meedoen. Nou, fijn dat er te veel scholen meedoen. We zijn er pas als voorlichting heel gewoon is. En als we daar niet bijzonder meer over gaan doen. De discussie over weigerambtenaren die homo's niet willen trouwen is ook nog niet voorbij. Er moet, denken ze in Amsterdam, nog heel wat water, liefst door de Prinsengracht, wil het voor iedereen helemaal gewoon zijn.